Nou, mensen kunnen niet in de bus stemmen, omdat we graag willen dat iedereen zijn stem uit kan brengen. Dus vanwege de toegankelijkheid kiezen we ervoor om het stemhokje buiten de bus neer te zetten. Maar iedereen is natuurlijk wel welkom om een kijkje in de bus te nemen als ze dat willen. Leuke ervaring. Ja, net een beetje extra, zeg maar. Dus voor mij was de keuze vrij duidelijk. Ik let op wonen. Ik ben zelf van agrarische afkomst, dus dat is voor mij ook belangrijk. Dat weegt voor mij ook mee. Dus dat zijn onder andere dingen die voor mij belangrijk zijn. Ik kom niet uit de stam. Ik stam helemaal nooit. Nee? Nee, wat moet ik met stammen doen? Ja. Ze doen niks voor mij, dus ze doen voor jullie ook niks. Die bus is van 49. Ja. Daar heb ik nog in gezeten. Ik vind de bus fantastisch. Dit is al het derde jaar dat ik meega op dit stembureau. En het is echt het leukste stembureau van Arnhem, wat mij betreft.